Oké, jongelui, terwijl jullie lekker met je lui kont in de zon zitten, zit ik hier 5 miljoen van die poetsen naar te kijken. En ik dacht, laat ik eens even een video maken. Nou, jullie zitten natuurlijk helemaal niet in de zon, want jullie zijn natuurlijk keihard aan het leren. Nou, goed, doet er niet toe. ik heb hier weer wat dingetjes gekregen. Zure mentos. Want mensen vinden dat ik schijnbaar niet zuur genoeg kijk al. Dus ik dacht, ik ga dit eens even proberen. Hopelijk is het niet heel zuur en smerig. En strawberry cream cola. Ook weer van de Jumbo. Klinkt wel goed, moet ik zeggen. Strawberry cream. Maar cola. Goed. Laten we eens beginnen met mentos sour. En dit is, even kijken hoor, strawberry. Ik neem er 2. Oh, nou, ik moet zeggen, het begin is heel zuur, maar na 3 happen of zo, dan wordt het alweer lekker. Ik heb mijn zonnebeeld even wel. Dat is koeler namelijk. Lekker. Het is wel echt lekkere kauwgom. Smaakt echt naar, naar aardbei. Maar nu moet ik deze even aan de kant leggen. Want anders zit ik hier een half uur nog te kauwen. We gaan natuurlijk ook even de green apple proberen. Nou. Green apple. Daar doe ik eentje van. Oh. Gek genoeg. Veel minder zuur. Is ook zuur. Misschien moet ik de volgende keer moet ik een 5 tegelijk proberen. Maar er zat niet meer zo gelukt. Ook lekker. Green apple. Nou, smaakt een beetje naar die mentos. Die snoepen met ons, zeg maar. Is ook best lekker. Ik vind, vind de strawberry lekkerder. Eerlijk gezegd. Maar goed, ik hou van zoet. Dus. Ja, goed spel. Ook deze doe ik even uit. Dan moet ik ook even wat van deze cola proberen. Heel gek. Gek smaakje. Maar op zich wel lekker. Het smaakt echt naar slagroom. Met cola. Ik weet niet. Die aardbeien komt er niet echt door. Ja, een beetje. Beetje aardbeien inderdaad. Een soort van aardbeientaart met cola. Dat is best goed te doen dit. Misschien dat ik dit wel vaker ga kopen. Nou, dat was het eigenlijk wel een beetje. Als jullie nog meer van dit soort gekke video's willen zien, kom op met dat spul. Ik zou zeggen, aan de slag jullie. Ik verwacht een 8,5 of hoger. En ik zie jullie in de volgende video.